Goedemorgen, ik ben Arthur van Dijk, ik ben de klimaatburgemeester van Bodegraven-Reewijk. En we staan hier vandaag op de Duurzaamheidsstraat. En ik ga hier wat mensen interviewen om te vragen wat ze hier doen en wat hier vandaag te beleven valt. Ik sta hier bij de Eerlijke Straat. Patricia, kan jij mij vertellen wat de Eerlijke Straat is? Natuurlijk, Arthur, kan ik dat. Als secretaris van Stichting Fairtrade Bodegraven hebben wij hier ook vandaag besloten om ons steentje bij te dragen aan de Dag van de Duurzaamheid. En op deze markt hebben wij een hele leuke kraam ingericht met ons gloednieuwe foldermateriaal. En ja, wij vinden gewoon dat het leven mooier wordt voor iedereen als ook de boeren in de derde wereldlanden een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Zodat zij ook kunnen zorgen voor schoon drinkwater bijvoorbeeld. En dat zij kunnen zorgen dat hun kinderen naar school kunnen. Ja, goedemorgen. Ik ben vanuit de gemeente. Een van de leden van het team Klimaatadaptatie. En laat ik beginnen bij uitleggen wat is klimaatadaptatie. Dat het klimaat verandert, wordt heel veel over gesproken en zal iedereen wel weten. Hoeveel het verandert, dat is de vraag. Maar dat het verandert is gewoon een feit. We zien vaker heftige regenbuien. De afgelopen zomer was ook weer heel lang en droog. En de grondwatertekorten, iedereen kent het verhaal wel. En als het dan regent het gigantisch hard. En je daarop aanpassen, op die veranderingen in het klimaat. Dat heet klimaatadaptatie en dat proberen wij als gemeente dus zo goed als mogelijk voor onze gemeente uit te voeren. Ik ben aangekomen bij de Coöperatiestraat. Broos, kan jij mij vertellen over wat de Coöperatiestraat is en wat je hier doet vandaag? Ja, Coöperatiestraat staan vandaag twee coöperaties. Twee coöperaties proberen zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te liggen. En als kan op grote bedrijfspanden of grote winkelpanden. En daar proberen ze andere mensen mee te laten doen. En het zijn vaak mensen die dan niet op het eigen dak kunnen. En dan kan je via zijn coöperatie toch meedoen om duurzame energie op te wekken. Die beide coöperaties, de een heet Zonne Bodegraven-Reewijk. De andere Energiecoöperatie Bodegraven-Reewijk. Dat is tamelijk verwarrend, moet ik zeggen. Maar de eerste coöperatie, daar moet je dus investeren in de panelen die aangelegd worden. Maar dan krijg je ook een hogere opbrengst vanuit het project. De andere coöperatie heeft een grote lening via Bank Nederlandse Gemeente. En daar hoef je dus niet te investeren. Dat doet de coöperatie zelf. Dus kost je niks, je moet alleen lid worden dan. En dan krijg je toch een verrekening van de opbrengsten die we hebben. Esther, kan jij me iets vertellen over wat hier allemaal te doen is vandaag bij deze kraam? Ja, aandacht voor duurzaamheid. Nou, kan het beter. Aandacht voor SDG's, maar ook voor groente, gezonde voeding. Er is ook een afdeling van het Repair Café. Stichting Duurzaam Bodegraven-Reewijk staat er natuurlijk met haar adviezen om ook met kleine stappen duurzamer te worden. En gewoon aan de gang te gaan, want dat is het, hè? Zelf aan de slag. We moeten onze luie stoel uit, ons huis uit en samen aan de slag om vaart te maken, om te verduurzamen. Nou, hartstikke mooi. Dus ik zie ook bakken met uien en aardappels. En ik zie zelfs een echte spruitjesplant, heet het, denk ik. Dus, kunnen mensen dit soort dingen vandaag hier kopen? Ja. We hebben een klein beetje meegenomen naar deze markt. Verder raad ik iedereen aan om vooral te komen naar de Hortus Populus op de Weideveldse Laan. We hebben een nieuwe adres, Limespark Inn. En daar kun je op vrijdagochtend en zaterdagochtend tussen 10 en 12 losse verkoop van groenten die wij zelf daar telen. Nou, ik ben nu aangekomen bij de Duurzame Wonenweg. Daniel, kan jij mij iets vertellen over de Duurzame Wonenweg? Ja, wij werken bij de Woonwijzerwinkel. Dat is een stichting die geeft advies over verduurzamen. Hier op de plattegrond, zoals we even laten zien, is de hele grote energieloods. En dit is eigenlijk de kleine versie van die energieloods. Daar geven mensen onafhankelijk advies over energie besparen. Maar ook energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen.
Of een hybride warmtepomp of kleine maatregelen zoals folie, ledlampen. Ja, ik noem het maar op. Alles komt wel voorbij. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan gaan we gelijk even kijken bij de Kom Binnen op bezoek of bezoek onze showroom. Kan je hier iets over vertellen? Ja, dit is in Rotterdam op de Heiplaat. Daar is inderdaad een hele grote loods, half voetbalveld grote loods met allemaal energiebesparende producten. Allerlei bedrijven hebben daar gewoon een stukje met spullen, met materialen staan. En is dat altijd open? Kunnen mensen daar gewoon naartoe? De gangbare antwoord is een beetje kantoortijden is het open. Dus, zoeken jullie nog daken of zeg je van het is al wel eens een beetje klaar? Nee, we zoeken zeker daken, vooral bedrijfspanden. We zijn eigenlijk een beetje teleurgesteld dat bedrijven vaak zo weinig hun dak beschikbaar stellen voor hunzelf ook. Hè. We doen vaak een combinatie. Dat we zeggen, doe de helft van het dak voor jou, zelf eigen gebruik. En de andere helft doet de coöperatie en dat brengen we bij de leden onder. Dus het is altijd aantrekkelijk. Nou ja, dan bij deze oproep aan alle bedrijven in de gemeente om iets te gaan doen met de energiecoöperatie of met zon op Bodegraven Reewijk. Wij gebruiken het gereedschap om kapotte apparaten te repareren in het Repaircafé. En eigenlijk is het zo dat je als je ze brengt, dan moet je ook zelf helpen om te repareren. Maar deze mensen die vinden het zo leuk, dus die trekken het uit je handen en die repareren het zelf. En dit is een sedum tegel. Dit kennen de meeste mensen wel, een standaard trottoir tegel van 30 bij 30 centimeter. Tegel eruit, tegel erin, kennen misschien ook mensen. Dus deze eruit en deze past er eigenlijk 1-op-1 in. Dus dan zie ik ook, ik zie een emmer water staan, ik zie een gieter, een handdoek, ik zie sponsen. En ik zie zoveel wateroverlast. Gaan jullie spelletjes doen vandaag? Kan je er iets over vertellen? Een spelletje wil ik het niet noemen. We kunnen er even naartoe lopen. Wat we hier in model zien, is een model van een dorp, van een stad, van Bodegraven Reewijk. En eigenlijk heel veel verharding. Een klein stukje buitengebied met de koeien. Maar voor de rest, het hele dorp is steen, is verhard. Daar kan geen water in, zoals met het sedum en de groene daken. En we hebben wat elementen liggen waar we mee kunnen spelen. We laten een bui los met de gieters en de emmers. En in de basissituatie overloopt de stad met water. Dus de boel overstroomt, alles is nat. En door slimmer te gaan inrichten, dus door het stenige, door de parkeerplaats volledig van steen, massief, door die te vervangen voor eentje met holle ruimtes in de bodem of met grasbetontegels. Ja, dan zie je steeds de wateroverlast afnemen en de stad droger worden. Maar in ieder geval, op die manier dragen we bij aan een beter milieu. We trekken de mensen over de drempel. Doe mee. Nou, dit was toch echt ontzettend leuk. Ik heb hele leuke, enthousiaste mensen gesproken. Er is vandaag echt van alles te beleven. Mocht je dit hebben gemist en wil je toch iets weer weten over duurzaamheid, neem dan gerust met mij contact op met de klimaatburgemeester. Dan help ik je verder.